Goedemorgen, we zijn de familie Meerschaert en het is een nieuwe vakantievlog. We zitten al in dag 11. Wat is je mondmasker? Hier. Doe maar aan. Ja. Het is hier verplicht, iedereen loopt hier met een mondmasker rond. Dus, waarom zijn we hier wakker geworden in Alcazar? Wel, omdat we normaal gingen verder rijden, maar dat zit heel dicht bij de rode zone van de buitenlandse zaken in België. En dan moeten we ons laten testen. En maar dat testen is geen probleem, maar die quarantaine is een probleem. Omdat we na de vakantie dan terug in het kapsalon moeten staan. Ik heb ook wel heel de dag een mondmasker aan. Maar toch, in quarantaine, dat zie ik niet zitten. Dus hebben we dat verblijf geannuleerd. En we gaan nu eerst hier in Alcazar, gaan we nu boven het kasteel gaan bekijken. En dan gaan we een ander dorpje doen. En dan rijden we in één stuk door naar ons ander verblijf in plaats van ertussen te stoppen. En het is heel ambetant dat je mijn expressie niet ziet. Je hebt geen expressie met dat masker aan. Maar als je moet in zo'n hitte naar boven gaan met een mondmasker aan, dan heb je echt toch wel zuurstoftekort. Beetje meer buiten adem dan anders. We kunnen hem even afdoen als er niemand in de buurt is. Maar straks moeten we hem zeker weer aandoen in het kasteel. Om de 45 minuten. Normaal kan je er vrij in. Nu is het begeleid. En om de 45 minuten kan je een tour doen. Dus alles. Kijk daar. Roofvogels. We zijn hier al 3 dagen. Overal roofvogels boven ons. En ook gigantisch veel ooievaars. Maar gigantisch. Ready for the castle? Wil jij de jonkvrouw zijn? Maar waar is je ridder dan? Ja, in de vuilbak. Wat? In de vuilbak hoor. Je ridder zit in de vuilbak. Oei. Koningin, een jonkvrouw. Jonkvrouw en deze ridder. Deze ridder, en waar is je wit paard? Wat? Hé? Wat is? Hoe weet het niet? Het paard is waar, nu moet je hem al alleen lopen. Is het lastig, Maxi? Maxi is bijna dood. Het is gewoon omdat je geen adem hebt met je mondmasker aan. Ja. Maar anders, je conditie is perfect hoor. Ja hoor. Naar beneden kijken. Waarom kijkt iedereen dan naar beneden als er iemand zegt niet naar beneden kijken? Oh jeetje.
Dat kasteel van Alcazar is klein, maar wel heel mooi. Je moet zeker naar boven gaan en ook dat kasteel van Alcazar bekijken. Het is 3 euro per persoon. Is dat goedkoop? Ha, het is te zien wat je ervan voor over hebt. Maar ik vond het echt wel heel mooi. Het heeft Moorse invloeden. En een paar keer veroverd geweest, zoals alle kastelen en overal in Europa. Maar het is echt wel de moeite om een keer te doen. En voor mensen die altijd op zoek zijn naar leuke Insta-fotootjes, hier kan je er wel een paar mooie fotootjes nemen. Dus het is echt wel de moeite. Natuurlijk, nu in coronatijd is het allemaal beperkt. Dus de volgende mogen nu maar binnen om 12:30. En er mogen maximum 24 mensen binnen. Maar het is echt... echt mooi. We gaan nu met de auto 45 minuutjes rijden naar een ander mooi dorpje dat ze hier aangeraden hebben. En we kijken wat er daar te zien is. We zijn aangekomen aan Rondelize in het Spaans. Hij moet dat ook Rondelize. Ja, de Lijze. We zijn aangekomen in de Lijze. Nee, Rondelize. Ik weet niet meer wat dat is. Rondelize. Ja, dat zie je hier. En we gaan hier eerst naar het infocentrum. En ik kijk wat er hier is van eventueel een korte wandeling te kunnen doen. Want de wandeling dat wij gevonden hebben, waren wel heel lang. 1 uur of 5. Dus ik denk niet dat ze hier zitten. We gaan even kijken. We zijn helemaal naar beneden moeten rijden. Het was niet gemakkelijk om hier een plaatsje te vinden om te parkeren. We hebben gekozen om langs de rivier, omdat het minder lastig is. Wat doe je? Zitten. We hebben hier op de brug een klein beetje gegeten en een beetje gedronken. We zitten hier gewoon op de weg. Maar er is hier in het laatste uur nog niemand gepasseerd. Dus, en dan het onkruid die op de weg groeit, passeren er waarschijnlijk, ik weet niet hoeveel. 1 op een dag, 1 op een week. Ik weet niet of die weg afgesloten is of ja. Ik heb er geen flauw idee van, maar het is een wandelpad. En eerst hadden we zoiets van oké, op de weg, dat is niet leuk. Maar er passeert hier gewoon niemand. Dus we hebben hier heel de tijd gezeten aan het water. En er passeert hier dus niemand. Oké, we gaan verder op de wandeling langs het water. Oh fuck. Veel succes iedereen. Maar daar ga ik het niet over, hè. Ik kan een bruggetje maken. Nou, moet ik als eerst? Goed geprobeerd, maar... Moet ik als eerst? Ik wil niet dat mijn voeten net werken. Je moet op je handen lopen. Ik wil niet. Ja, hoe moet ik dat in mijn lange broek? Opron, opron. Ik ga hem morgen afdoen. Shit, you. Now, I suggest to wait here until you come back. Xante. Doen wij schoenen uit? Ja, gaat dat toch wel in doen? Jawel. Nee, de wandelingen gaan verder, hè? En gaat dat niet doen, hè? Nee, maar we gaan tot aan de overkant. Ja, tot aan de overkant zijn als ja, we gaan terugkeren. Dus schoenen uit. Dat is niet goed doen. Ja, wat ga je dan op het einde doen? Heb je geen handdoek?
Ah, nee, ja, je moet een beetje schudden, niet? Een beetje schudden met je voet, niet? Dat is koud. Koud. Dat is koud. Dat is bergwater. Die gaat er zo lijn. Ja. Je bent dan nog eens rappen. Oh, stond je goed? Zitten daar misschien... Schorpioen. Nee, schorpioen niet. Kreeften wel. Kreeften. En lagoestien ook. Kreeften en een rivier. En haaien. Wat zat er de vorige keer op mijn voet? Haaien. Dat was wel de zee. En wel, dat is niet in een rivier. Moet ik een paadje voor je maken? Zo. Ja, hoe ga je dat doen? Met grote steen. Doe maar. Kijk, ik ga voor gaan. Ja, doe maar. Ik denk dat ik mijn broek ga opdoen. Ik weet dat hier niet diep is. Oh! Ah! Ah! Er is geen andere oplossing dan dat stond er met mijn benen in. Dat is daar ook. Daar is minder diep hoor. Ga je tot daar wandelen? Ja. Waarom dat je niet weer een keer naar de brug? Dat is slimmer. Kan ik hierin vallen niet? Ja. Met mijn GSM of met mijn... De camera zijn druk weg, de camera kan niet tegen water. Mag ik de camera? Nee. Nou, als ik hier zo in de kou sta, moet ik zo net naar het geluk. Ja, stop. Kom niet aan mij. Kom niet aan mij, u voelt. Kom niet aan. Kom niet aan mij. Oh, ik sta weer op de scherp. Ik zet iets anders op, ik had het geprobeerd, ik heb het. Ik had het geprobeerd, wat is het? Ga je daar nu alleen blijven? Ja, maar moet ik doen? Mijn broek afdoen? Ah, maar ja, je broek afdoen, ja. Sorry, mama. Sorry, mama. Mama, ik kan het zo even afdoen. Papiertjes. Ik was hier als eerste daar, hè? Wat probeer je hier nu te doen? Een brusje maken. Jesus Christ, had nou die handen houden. What the hell, jongens? Liefde, liefde kan stupid zijn, ja? Het is de eerste in. Het is de eerste in. En nu? Nog 50 te gaan. Dus, in de plaats van een short, een lange broek, en je moet dat dan afdoen. Ja, knobbelt dan maar. Knobbelt dat! Anders is hij alsnog nat. Ja, anders valt hij nog in het water en is hij heel nat. Nee, je gaat er niet van. Ik heb even weggesloten. Wie laat er de benen aan? Wie zet er de druk op mee? Man en kolen. Nou, zes stap daar zit er. Ik begin op letten, hè. Ik heb minder dat je bijna nog beter komt nu. Oh nee, het is daar een auto. Wauw, maar. Pas. Ik was misschien vragen even wachten en voor mee te gaan. Ja, eigenlijk wel. Hallo. Ik weet niet hoe dat ik het moet vertalen aan hen, maar ik denk dat we hier op het einde zitten. Wat? Zitten we
Ik weet niet hoe dat ik het kan verwoorden eigenlijk. Sowieso moest van die brug weer naar links. Het is de kronkeling. En... dat was het einde. Dat was het einde. Dus, ja, we zeggen van we gaan hier overgaan, want daar, straks moesten we ook een klein beetje erover gaan. Maar met hier gewoon hier te komen, en we kunnen eigenlijk, we zien nergens geen pad meer. Dus ik zeg van Google Maps ga ik hier open doen. En we zien de kronkel van de rivier. En aan de kronkel van de rivier was het dan. Dus we hebben hier over geweest. Voor niks. Voor niks. Orfee heeft haar broek afgedaan. Voor niks. Voor niks. Ik ga nog een keer proberen, hè. Maar ja, hoe groter dat is, hoe moeilijker dat is. Wat? Hoe groter, hoe moeilijker. Pom, pom, pom. Mama gaat ook een keer proberen. Straks een natuurtalent. Go! En kracht, het heet niet. Met een frisbee. Ja, ja, dat was al twee keer. Goed kijken, niet? Ja. Goed kijken, niet? Een beetje goed! Oké, joh. Wat ben je bezig? Ben je bezig met een brugje? Ja. Oh jee. Oh jee. Zit er daar een beest? Ik heb juist een steen opgeholpen. Beest. Amai, zo'n cool brugje. Maar je hebt wel nog een drie uur nodig. Oh ja. Dat ligt echt daar in het midden hoor. Bijna. We zijn dus bezig met het diepste punt op te vouwen dat Orfee haar broek niet meer moet afdoen, bijvoorbeeld. Dus we hebben het een klein beetje minder diep gemaakt. We zijn aan de andere kant. En nu moeten we terug. Amai, dat was een... uitdaging. Een klein avontuurtje. Weer een grappig momentje. Zo wandelen. Goed, dat hebben we weer gehad. En nu terug. Naar het dorpje. En dan kunnen we vanavond terug iets eten. En ons dagje dat we normaal gingen we nu dieper in de bergen zitten. Maar ja, rode zone. Dus, Red zone. Dus moesten we vandaag een klein beetje uitvinden wat we zouden doen. En we dachten eerst dat deze wandeling maar een droge, saaie wandeling ging zijn. Maar het was niet droog. Het was nat. Het was nat. Dat we eerder gezegd hadden, we zijn hier weer in het dorpje. Ik weet niet meer juist wat ik gezegd had. Als ik edit had, ik dat wel zien. Maar het was niet juist, het was Rodelar. De stad, of stadje. Hier, Rodelar. We zijn terug in Alcazar. En we gaan kijken om iets te eten. Een andere plekje misschien, waar we gisteren gegeten hebben. Het was wel lekker, maar we willen iets anders. Allee, ik wil iets anders. Dus we gaan kijken om ergens anders te eten. Zodanig dat we ja, een keer iets anders eten. Ja. Hey? Ja. Dat is nog een beetje een uitleg. Ja. Over 300 meter. Ja. Rechts afslaan. Over 300 meter. Over 300 meter rechts afslaan. Ik zou het beter afsluiten, zeker. De GPS. Wat zo leuk, zeg. Order dessert. Kijk hier met zo'n mooi zichtje. Zicht. Mooi, hè? Ja. En minder wind dan gisteren. Ja, gezellig. Ja. Met die blaadjes hier allemaal. Ja, hè? Kippenbootjes. En veel frietjes. Mm. En jij, oh. Amai, verschillende tapatjes.
Lekker, hè? Dank het wel. Ja. Oh, ik hoop het. Bacon met ei en frietjes. Amai. En daar de hamburgers. En stekje. Ik heb ook een hamburgertje.